Hallo, ik ben Crystal. Welkom op mijn channel, Crystal Blue. Ik heb weer een tweelingzielreading voor jullie. En het gaat iets anders. Ik heb ook vier boodschappen van het universum. Jullie aan deze kant ligt de mannelijke energie. Hier ligt de gezamenlijke energie. En hier ligt de vrouwelijke energie van de mannelijke en vrouwelijke tweelingziel. Dus wat er in beide omgaat op dit moment. Dus we beginnen nou met de koning van Kelken. Het is een emotionele, romantische man. Een sterke koning. Dat is wat hij nu is. Hij is vol emoties. Hij zit echt in zijn gevoel op het ogenblik. Want hij wil die cup aanbieden. En hij wil een gelukkig gezinsleven. Hij wil echt gelukkig worden met zijn vrouwelijke tweelingziel. Maar zijn vrouwelijke tweelingziel, die sluit zich nog een beetje af. Van, ja, ze denkt, is het ja of nee? Wil ik hem wel, wil ik hem niet? Moet ik een keuze maken? Zal ik die zwaarte van mijn hart weghalen? Zal ik die blinddoek afdoen? Ze denken, ja, kan ik hem wel vertrouwen na alles wat gebeurd is? Kan ik hem echt zien als die koning van Kelken? Kan ik hem echt vertrouwen? Er is zoveel voorgevallen. Nou, en ze gaat dan een keuze maken, want dat ken je aan de kaart daarna. Ze gaat toch die beker aanpakken van hem. Want dat wil ze ook. Ze wil deze relatie met hem beginnen. Hij ziet haar echt als een wijze vrouw, een spirituele vrouw. Hij ziet haar echt als zijn tweelingziel. Een vrouw die weet wat ze wil en ja, financieel het ook zaakjes al op orde heeft. Een sterke, gegronde vrouw. Maar de vrouwelijke tweelingziel, ja, zegt ja, ik wil wel dat je komt om je waarheid te zeggen. Ik wil wel dat je nou eindelijk gaat communiceren. En vertellen wat er aan de hand is, de vredesnaam. Ik wil dat je de krachtige man bent en die echt niet meer stil is en maar echt gaat praten met me. Want ik heb al zo lang niks van je gehoord. Heb je niks gezegd. Heb je alles verborgen gehouden. Want ik wil dat die cirkel rondgaat. Ik wil dat deze reis eindigt. Ik wil dan dat het compleet is. En hij zegt, ja, je bent mijn tweelingziel. Ik ken je uit een vorig leventje. We kennen elkaar al heel lang. En ik wil een passionele nieuw begin met jou. Ja, zegt ze, ik ga wel keuzes maken, ja. En ik wil voor je kiezen. Want ik wil, ja, alles dat het een mooi leven krijgen, ja, voldoening in het leven. En dat wil ik met jou. En dan de gezamenlijke energie. Ja, we moeten wel dingen achter ons laten. Jij moet iets weg. En dingen weglopen. En misschien ik ook wel van dingen weglopen. En misschien moet je wel van je karmische relatie weglopen. En misschien moet ik ook wel van dingen weglopen. Drie personen is te veel. Maar daarna kunnen we feest vieren.
Dit kan werk zijn, werksituatie die we los moeten laten. Dit kunnen karmische relaties zijn die we gezamenlijk moeten loslaten of eentje van ons. Ligt eraan, kan het zijn dat de andere het al gedaan heeft. De werksituatie losgelaten of de andere gewone relatie hebt losgelaten. Maar het moet wel weggelopen worden uit bepaalde, van bepaalde dingen. Om weer een leven vol geluk en alle wensen die uitkomen. Dat dit wil, dit is dezelfde kaart, dit wil de vrouwelijke energie, de vrouwelijke tweelingziel, die wil dat. En dat is, gezamenlijk willen ze dat ook. Dat is dezelfde kaart. Maar de boodschappen van het universum verbidden. Die zegt, ja, de deur gaat nou dicht. De deur is gesloten. Je mag er nou niet meer naar binnen gaan. De deur wordt afgesloten. Er komt een nieuw begin. Het oude moet je loslaten. Je mag niet meer door die deur heen. Er wacht een nieuwe, nieuw begin voor je, nieuwe uitdaging. En je wensen komen uit. Kijk, is de wensput. God zegt, je wensen komen uit. Je wensen worden vervuld. Maar ga, die deur wordt echt afgesloten. Dat is verboden terrein. En je moet een keuze maken. Dat is een boodschap van Spirit. Keuze, maak een keuze. En loop weg. Divine Masculine. Mannelijke tweelingziel. Loop weg uit deze situatie. Want de deur van het oude bestaat niet meer. Die gaat dicht. Nieuwe deuren gaan open. Je ziet hem nog niet. Maar zodra deze deur dicht is, gaan nieuwe deuren voor je open. En voor de vrouwelijke tweelingziel. Dit is een boek. God zegt. Je bent begonnen bij hoofdstuk 1. Maar daar komt nu een eind aan. Het boek is uit. De eind staat er. Ook voor jou gaan dingen veranderen. Jouw boek is ook uit. Terwijl het van een mannelijke tweelingziel gaat de deur dicht. En de nieuwe deur gaat open. En jouw boek is ook uit. En er komt een nieuw boek. Een nieuw hoofdstuk in je leven. En jij moet ook keuzes maken. Maar welke keuzes heb ik gevraagd? Om de engel van liefde te worden. Jij moet liefde verspreiden, zegt God. Over de wereld. Ook een engel van liefde voor je mannelijke tweelingziel worden. En als je dat doet, dan krijg je het gelukkige leven, familieleven. En dit is wat je mannelijke tweelingziel ook wil. Dat matcht elkaar. Dat is de boodschap van Spirit. En dan, wat gaat er daarna gebeuren? Nou, dan is er een mannelijke tweelingziel. En ja, er is feest. Er is echt feest. Gelukkig einde is het. Eindelijk is het opgelost, alles. De reis is voorbij. En dan is het gelukkig leven. Feest vieren. Hij kan oogsten wat hij gezaaid heeft. Hij neemt het mee.
Hij drinkt zelf uit de cup en hij geeft het ook aan de vrouwelijke tweelingziel. Maar hij neemt zelf ook een slok. Dat is wat er daarna gebeurt. En de vrouwelijke tweelingziel, alles wordt in balans gebracht in haar leven. En ze wil die koning van Wands, ze wil die stavenkoning, ze wil die passionele man. Die sterke passionele man. En wil een nieuw begin met hem. Hoeft geen keuzes meer te maken. Ze hebben elkaar gevonden en ze houden samen de wereld vast. En ze laat de arm om haar heen. Samen kijken ze over de wereld en samen houden ze de wereld vast. Dan zal ik nog een paar kaartjes trekken wat hij tegen haar te zeggen heeft. Dan heb ik ook nog een paar kaartjes gemaakt wat zij dan weer tegen hem zegt. Deze. Oh, die vliegt er ook uit. Deze niet, die wel. Dus dan vinden we nog één kaartje. Ja. Ja, deze. Dat ligt helemaal op de grond. Dat is weer een twee gesprek en ik heb deze kaartjes speciaal gemaakt voor de vrouwelijke tweelingziel. Ik heb er nog niet zoveel, want ik heb nog niet zoveel inspiratie. Maar er komt misschien wel meer kaartjes bij. Deze twee. Er zitten toevallig allemaal de oranje kaartjes. 4 en 4. Okay. Dan wordt het een twee gesprek. Hij zegt: ik ga mensen en dingen loslaten die mij niet langer dienen. Zij zegt: we hebben een missie samen. Hij zegt: ik ga mijn hart volgen en jouw richting op. En zij zegt: ik wil zo graag met je praten. Hij zegt: ik weet dat ik op aarde een taak heb. Zij zegt: je kunt het, wees dapper, liefste. Hij zegt dan weer: steeds komen er weer liedjes in mijn hoofd die speciaal betekenis hebben voor jou en mij. Zij zegt: laten we het opnieuw proberen. Ja, dit was mijn reading. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je het leuk vond, alsjeblieft like mij en misschien commentaar mag ook, of je het leuk of het resoneert met je. En het is natuurlijk een algemene reading. Iedereen misschien verschillend op zijn reis. Maar ik heb wel het gevoel dat er heel wat staat te gebeuren en dat er veel nu samenkomen. Er zijn natuurlijk ook nog die pas begonnen zijn natuurlijk met deze reis. Dus ja, nou, tot de volgende keer. Doei!